nu bij Mall of Netherlands, waar we de complete gebouwschil van het winkelcentrum gemaakt hebben. Dus de aluminium vliesgevels, stalen vliesgevels met beglazing en aluminium daartussen. Een dichte gevel, dus beplating met daar weer aluminium afdekkappen op. Ja, voor de vliesgevels heb je tweezijdig gebogen gevels. Wat betekent dat je profielen moet gaan walsen, maar dat in twee richtingen. Ja, dat maakt het wel wat complexer in het, ja, als een standaard vliesgevel. Ja, we werken meer samen met Huuk op meerdere projecten. Ja, Huuk is eigenlijk een van onze vaste leveranciers. Per project wordt gekeken welk systeem daarvoor geschikt is. Ja, bij de Mol is dat Huuk geweest. Ja, we zijn nog steeds trots op het resultaat. Het heeft in verband met de complexiteit van verschillende onderdelen veel energie gekost voor iedereen. Maar als je dan het eindresultaat ziet, zijn we er uitermate tevreden mee. Het project Mall of the Netherlands is ontstaan door de transformatie van Leidse Hagen. Dat is een werk van Unibail Rodamco. Buiten het feit dat het 200.000 vierkante meter is, dus een van de grootste projecten waar ik ooit aan gewerkt heb, is het ook nog eens zo dat het iets is met hele grote organische vormen. De inspiratie voor het creëren van de gevel was eigenlijk een voile. Het was een sjaal, een foto die we zagen van Naomi Campbell onder een sjaal gedrapeerd. En eigenlijk hebben we die als het ware over het hele bestaande winkelcentrum gedrapeerd, waarbij die opent bij de verschillende entrees. De rol van Huuk was eigenlijk voornamelijk geënt op de profielkozijnen die in het project zitten. En gezien deze overal rond zijn en gecurved, was dat best een behoorlijke uitdaging. Ja, en met name ook de grote glasoppervlakte die daarin zaten. Ja, dat vergt veel engineering, dat hebben we gezamenlijk opgepakt. Het resultaat is natuurlijk fantastisch. Je ziet nu al mensen stoppen en foto's maken. En de opdracht die we kregen was: maak een Instagrammable gebouw. Nou, ik denk dat dat zeker gelukt is.